kaas, goede voetballers, wereldberoemde DJ's en natuurlijk tulpen. Zomaar een lijstje exportproducten waar Nederland onbekend staat. En wist je dat we al sinds de 17e eeuw tulpen kweken? Maar er is sindsdien een heleboel veranderd in de tulpenkwekerij. Dus, hoe doen ze dat eigenlijk? In 2020 werden er op 27.000 hectare landbouwgrond in Nederland bloembollen geteeld. Meer dan de helft daarvan was bestemd voor de tulpenteelt. Dat zijn om en nabij de 2 miljard losse tulpen. 90% daarvan is bestemd voor de export. Verreweg de meeste tulpen komen uit de kop van Noord-Holland. In Obdam vind je Borstbloembollen. Dit familiebedrijf, dat al sinds 1946 tulpenbollen kweekt en vermeerdert, is een van de grootste telers van ons land. En loopt voorop in automatisering en innovatie. Anouk, jij werkt bij Borstbloembollen, een toonaangevend bedrijf op het gebied van de tulpenteelt. Wat maakt jullie bedrijf zo uniek? Ons bedrijf is uniek omdat wij ongeveer 700 soorten tulpen telen. 700 verschillende soorten. En kun je tulpen het hele jaar door kweken? Het echte tulpseizoen is vanaf januari tot maart april. Het rest van het jaar zijn wij dus bezig om de tulpen te kweken. Verse tulpen van Nederlandse bodem zijn dus niet het hele jaar door te krijgen. Het seizoen duurt ongeveer 4 maanden. Maar dat betekent niet dat buiten het seizoen het bedrijf stil ligt. In de overige maanden worden de tulpen uiteraard geoogst, maar vooral ook verder verwerkt om het seizoen erop weer nieuwe bloemen te kunnen leveren. Daarom werken er afhankelijk van het seizoen tussen de 140 en 350 mensen keihard aan de hoogste kwaliteit tulpen. Het proces van de tulpenkweek begint natuurlijk bij het planten. En er komt bijna geen handwerk meer aan te pas. De tulpenbollen worden rond oktober in speciale netten op het land gelegd, waarna er automatisch een laag aarde overheen gaat. Dankzij deze netten zijn de bollen later in het jaar weer gemakkelijk uit de grond te halen. De grond wordt daarna geëgaliseerd en de tulp kan rustig beginnen met groeien. Zodra de tulp zijn kop opsteekt, wordt hij nauwlettend in de gaten gehouden. Want er mogen absoluut geen virussen of ziektes in de plant zitten. En verkeerde planten moeten zo snel mogelijk ruimte maken voor de welgoede exemplaren. Vroeger gebeurde dit met de hand en waren rugklachten gegarandeerd. Maar tegenwoordig gaat dit volautomatisch en 24 uur per dag. Met een selectierobot. Nee, dit ruimteschip op wielen komt niet uit een willekeurige science fiction film. Dit is de echte toekomst van de tulpenteelt. Door middel van een GPS-signaal, een database van het perceel en geavanceerde camera's met AI-technologie kan deze robot ieder plantje beoordelen op virussen. De bouw van deze robot wordt gedaan door Smit-constructie in het dorpje Winkel. Deze superslimme selector is pas 2 jaar geleden door uitvinder Alexander van Veen bedacht. En daarmee was in 1 klap de toekomst geboren. Wauw, daar staat hij. Ik zit hier naar te kijken. Het ziet er echt waanzinnig uit. Het is een beetje alsof ik een blik in de toekomst krijg. Maar hoe werkt deze robot? Er zitten midden in de machine zitten een aantal camera's. Die herkennen de zieke tulp. Zodra een zieke tulp herkend is, zit er achterin de machine een robotarm. Die beweegt naar de zieke tulp en die legt daar een druppeltje gif op. Waarom is het zo van belang dat die zieke tulp eruit wordt gehaald? Als er in een partij zeg maar 1% ziek is, dan zal door luizen verspreiden tulpenmozaïekvirus. In het volgend jaar zal daar 5% in zitten. Het jaar erop 25%. Dus je moet dat onder een bepaald niveau houden. Door er op tijd bij te zijn, voorkom je dat daarmee een hele oogst wordt weggegooid. Dat klopt. Als het ziekenpercentage te hoog wordt, dan moet het veld geruimd worden. En dat is natuurlijk heel kostbaar voor de teler. Ja. De robot is niet alleen superfunctioneel, maar heeft ook een bijzonder futuristisch uiterlijk gekregen. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Ze hebben er namelijk de prestigieuze Red Dot Design Award mee gewonnen. De basis van de robot bestaat uit een met de hand gelast stalen frame. Dit frame wordt op een speciaal onderstel met rupsbanden gezet. Op deze manier kan de robot ook nog zijn werk doen in een nat en modderig veld en laat hij minder schade achter tussen de bloembedden. Het hart van de robot bestaat uit een serie computers en hoge resolutiecamera's. Iedere camera heeft een eigen computer beschikbaar om alle beelden razendsnel te analyseren en vervolgens de ingebouwde robotarm aan te sturen. Het geheel wordt aangedreven door een superzuinig benzineaggregaat. En met een groot scala aan ingebouwde lampen kan hij ook 's nachts moeiteloos zijn werk doen. Zijn deze robots alleen voor tulpenbollen in te zetten?
Op dit moment hebben we ons alleen maar gericht op tulpenbollen, inderdaad. Maar we zijn aan het onderzoeken of er nog meer mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld de aardappels is daar een voorbeeld van. Ook daar wordt geselecteerd op zieke aardappels. Dus in de toekomst gaat misschien al het landbouwwerk wel vervangen worden door robots? Ik denk het. Wat ik voor me zie is dat je rondrijdt op de snelweg. Dat daar allemaal machines als deze rondrijden en daar hun werk doen. Ruim 4 maanden geleden zijn de bollen geplant. De selectierobot heeft zijn werk gedaan. De bloemen staan in adembenemende schoonheid in bloei. En de wereldberoemde Hollandse bloemenvelden zijn met eigen ogen van dichtbij te bewonderen. Ieder jaar trekken weer miljoenen toeristen van over de hele wereld hier naartoe. Maar hoe adembenemend ook, deze tulpen worden niet gekweekt als toeristische trekpleister, maar om als losse bol verkocht te worden. Of om nieuwe bollen mee te kweken. Daarom worden de tulpen, cru maar noodzakelijk, een kopje kleiner gemaakt. De energie van de plant moet namelijk in de bol en niet in de bloem. Want zonder bloem sterft ook de rest van het blad langzaam af en gebruikt het plantje al zijn energie om de bol dikker te laten worden en vervolgens kleine nieuwe bolletjes te kweken. Het koppen gebeurt machinaal door middel van een kopmachine. Deze gigantische automatische guillotine is in hoogte af te stellen, zodat alleen de kop van de tulp eraf gaat. Dat is belangrijk, omdat het blad van de tulp niet beschadigd mag raken. Maar tulpen die net te klein zijn, blijven staan en moeten dus met de hand gedaan worden. Een dankbaar klusje voor scholieren. De afgeknipte bloemen blijven tenslotte op het land achter. Maar gaan niet verloren. Ze dienen namelijk als een soort groenbemesting. Maar dan wit en paars en rood.